ga er gewoon even bij zitten. Ik ben schrijver. En ik heb gewoon een verhaal geschreven. Er gaat helaas... Nee, ja, eigenlijk wel goed. Er gaat niemand in dood. Dus het is niet zo dramatisch. Goed, ik moet iets opbiechten. Ik huilde harder om de dood van mijn ratten dan toen mijn oma overleed. Dierenliefde is er bij mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder is hondenfokker van Afghaanse windhonden. Zoals deze. En deze. En deze. En deze. En deze. Nee, hij doet het niet. Oh ja, dat is er één. En dat is er, oh, dat ben ik met twee. Er zijn er 16. Maar het zijn niet alleen honden waar ik mee ben opgegroeid. In de tuin van mijn ouders leven ook een Shetlandpony, Molly en een aangelopen kat. En in mijn jeugd hebben we Kaapse loopeenden gehad, een gans met één oog, een tamme pauw, lemmings, hamsters, woestijnrat en een witte eend die alleen achteruit kon zwemmen. Pippi Langkous zou jaloers op ons zijn geweest. Mijn moeder en zus zijn ieder weekend op pad met een selectie van hun 16 showkanonnen. Ze reizen keuringen af door heel Europa, hopend op nog meer prestigieuze titels om bij te schrijven op de stambomen van hun lievelingen. In mijn studententijd was ik blij dat ik geen huisdier had. Ik genoot van een huis dat niet naar hond rook. Een bed zonder zand. Handdoeken en kleren zonder hondenhaarpluis. Keukenkastjes die niet naar pen stonken. Tot dit beestje in mijn leven kwam. Ga jij het doen? Ja. Chin Chin. Dit is Chin Chin. Doe nog maar één. Mijn Chinese naakthond. Mijn moeder heeft haar meegenomen van een hondenshow. Doe er nog maar één. Ja. Kijk, oh, dat zie je niet, maar we hebben dezelfde trui aan. ik moest oppassen op de rest van die honden van die roedel. En ze belde me op de terugweg. En ze zei, ik heb iets voor je carrière. En ik vroeg me af wat het dan kon zijn. En voor een schrijver, wat kun je dan in godsnaam van een hondenshow meenemen? Een pen met hondenpootjesmotief of gedroogde worst? Ik wist het niet. Ze kwamen aangereden en ze zette iets voor me neer. En het had een roze tutu aan en een grote puist op haar kont. Wat moet ik daarmee, vroeg ik aan mijn moeder. En ze zei, waar je ook bent, op een party of een opening. Als je dit hondje bij je hebt, weet iedereen wie je bent. En het is waar. Chin Chin is namelijk heel eenkennig en iedereen die haar probeert te aaien, wordt in de handen gebeten. Ik sta inmiddels bekend als het meisje met dat rothondje. Hoewel ik honden altijd lief heb gevonden, heb ik nooit uitzonderlijk diepe gevoelens voor ze gekoesterd. Tot Chin Chin. Het is een soort hardnekkige verliefdheid die niet overgaat, die alleen maar erger wordt over de jaren heen. Ik heb er inmiddels 7 jaar, dus we kennen elkaar een tijdje. Door Chin Chin weet ik dat een huishouden voor mij niet af is zonder het getrippel van huisdierpootjes. Soms kom ik mensen tegen die huisdieren vies vinden of onhandig. Ze weten gewoon niet wat ze missen, dacht ik altijd. Tot ik een vriendje kreeg die bang was voor honden. Door hem bekeek ik de dierenliefde die ik zo gewoon was gaan vinden door andere ogen. In deze lezing leg ik de dierenliefde onder de loep, zodat ik aan jullie, maar ook aan mezelf, uit kan leggen wat er nou zo fijn is aan het baasje zijn. Goed, ik ben geen Martin Gaus. Ik ben geen bioloog of filosoof. Ik ben een schrijver met een hond, die zonder dat ik het zelf wilde mijn muze is geworden. Deze lezing is een ode aan het huisdier. En om jullie nog even wat lekkerder te maken, heb ik nog wat mooie plaatjes verzameld. Oh ja, dat is nog Chin Chin en ik op de bank. Zie je er? Het is wel heel donker, hè? Oh, sorry. Het ligt op de bank. Oh ja. De dog whisperer met een lama. Want hij discrimineert niet. Volgende. Nou, die is ook heel gezellig. Tori Spelling met haar kroelkip. Tori Spelling met haar geit. En Tori Spelling met haar hangbuikzwijntje. King of the Jungle. Toen ik 18 was, date ik een tijdje met een Vlaamse acrobaat. Wat hem bijzonder maakte, naast zijn zwoele accent en het feit dat hij op zijn handen kon lopen, was zijn slangencollectie. Zijn kleine slaapkamer in een buitenwijk van Antwerpen stond vol glazen bakken met warmtelampen erboven. Zijn favoriet was een koppeltje rode rattenslangen.
Ze waren oranje met rode vlekken en lagen het grootste gedeelte van de tijd als een kluwe in de waterbak. Voordat de acrobaat naar bed ging, gleed hij met zijn vinger over hun gladde lijven. Daar stond hij dan in zijn onderbroek, gespierd en bleek. Met zijn vinger in een glazen bak om zijn slangen te aaien. Met mij was hij niet zo zachtzinnig. Hij trok aan mijn haar en sloeg op mijn billen tot ik boos werd. Hij noemde dat passie, maar ik vond het vervelend. Zijn strelingen bewaarde hij voor de reptielen. De acrobaat wilde ons als koppeltje inschrijven bij het castingbureau gespecialiseerd in pornofilms. Toen ik vriendelijk bedankte, verwaterde het contact tussen ons snel. Toch liet het me niet los, dat beeld van een volksjongen in een buitenwijk. Hij wilde een soort superman zijn. Hij trainde tot hij schil zag en hij op zijn handen kon lopen. Hij wilde een soort king of the jungle zijn en maakte zijn geld op aan ingevroren muizen, warmtelampen en terraria. Een huisdier is de veiligste manier om de wereld te verkennen. Breng een beetje exotica je woonkamer binnen, zorg ervoor en voilà. Je bent een wereldreiziger die een stukje Afrikaanse steppe kent als geen ander. Het vervulde de acrobaat met diep ontzag als hij een slang een prooidier zag wegschrokken. De kracht van het oerinstinct en de felheid waarmee dat gepaard ging, waren gevoelens die hij ook had, maar nooit helemaal tot uiting kon brengen. Hij sloeg me op mijn billen en trok aan mijn haar, maar daar bleef het bij. Maar wie weet wat hij nog meer had willen doen. De slangen waren zijn afgod. Ze hadden de eigenschappen die hij ook wilde hebben. Ze reageerden instinctief, krachtig en waren gevaarlijk. Hij voelde zich onhandig, tandeloos en braaf in de wereld van schoolcijfers, btw-afdrachten en modetrends. Oh, dat is mijn favoriet. Existentiële angsten. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom die acrobaat de slangen niet meer bewegingsruimte gaf. Als je er zo op dol op bent, dan wil je toch ook zo goed mogelijk voor ze zorgen. Het was alsof hij de slangen gevangen hield zoals hij zichzelf beperkt voelde in het leven. Zijn slangen konden geen kilometers door heet zand roetsen, maar spendeerden hun leven opgekruld in een warme bak, waar ze binnen een minuutje waren rondgegleden langs de randen. Toch vond de acrobaat dat hij zijn dieren niet tekort deed. Ze hadden het warm, hadden genoeg te eten en hadden geen stress zoals ze dat in de natuur zouden hebben. Al hun natuurlijke vijanden liepen vrij los, ver weg, ergens in Afrika. Het voor God spelen, het kunnen beslissen over een ander leven, dat is een van de fijne dingen van dieren hebben. Hoewel we het niet makkelijk zullen toegeven, is er niet zo'n fijn gevoel als het konijn terug in het hok stoppen en denken: zo, die heeft genoeg rondgehupst. Die is aan zijn rust toe. Was het maar zo eenvoudig om dit soort keuzes voor onszelf te maken. Wij blijven eten, ook al hebben we onze eerste portie op, want we kunnen in de keukenkastjes. We kunnen geen dutjes doen overdag, ook al zijn we moe, omdat deadlines en afspraken wachten. Wij gaan niet naar buiten als we geen zin hebben, ook al zou het ons goed doen om een frisse neus te halen. We projecteren onze ideale levens op onze huisdieren, maar houden onszelf er lang niet altijd aan. Waren we maar zo daadkrachtig voor onszelf als dat we zijn voor onze dieren. Huisdieren geven eigenwaarde. Als ik de kattenbak verschonen of Chin-Chin's tanden heb gepoetst, ben ik tevreden over mezelf. De zorgtaken voor een huisdier zijn afgebakend. Het zijn duidelijke, haalbare doelen. Als ik het grit van mijn handen was, denk ik bij mezelf: ik heb vandaag niet veel gedaan, maar de kat kan lekker fris kakken. Existentiële angsten over mijn carrière, toekomst of waarom we hiertoe op aarde zijn, heb ik door voor Chin-Chin te zorgen weer een dag geweerd. Ja. Eenzaamheid. Mijn overbuurman is eenzaam. Hij sjokt elke dag heen en weer naar de supermarkt voor een pakje shag, een sixpack en een halfje witbrood. Dat is zijn uitje. Als ik hem onderweg tegenkom terwijl ik mijn hondje uitlaat, groet ik hem altijd vriendelijk. Hij ziet mij nauwelijks staan. Mijn hondje des te meer. Hij hurkt en probeert haar met zijn gele nicotinevingers te aaien. Fel hapt Chin-Chin in de lucht. Ze moet niks van vreemden hebben, zeker niet als ze gele vingers hebben. Ik snap dat wel, maar ik vind het sneu voor die overbuurman. Hij wil zo graag een beetje affectie. Wilt u geen hond, vraag ik hem. Nee, die zijn me te druk, zegt hij. Ja, misschien een ouwertje uit het asiel, stel ik voor, zo eentje om mee te kroelen. Huisdieren zijn handenbindertjes, zegt hij, staat op en sloft verder. Soms lig ik op de bank met Chin-Chin. Ik kijk een televisieserie onder een dekentje en Chin-Chin ligt met haar neus in mijn oksel. Ik kijk naar buiten en zie het gelige lamplicht tussen de gordijnen van de buurman komen. Hij zit daar, alleen, rokend.
En dan denk ik aan hoeveel affectie mijn overbuurman mist, die ik wel krijg. Elke kwispel, lik en gewoonweg het warme lijfje tegen me aanvoelen liggen, zorgt ervoor dat ik me geliefd voel. Ja, we zijn nu eenmaal roedeldieren. Zelfs kluizenaars worden eenzaam en als we niet met mensen kunnen samenleven, zijn dieren volgens mij een mooi alternatief. Ja, DNA. Het asiel van... Deze is ook mooi, hè? Ik pas er eigenlijk wel bij, ik heb dezelfde haardkleur. Ik ken ze niet. Het asiel van Rotterdam-Noord bestaat uit 7 kamers van ongeveer 5 vierkante meter per stuk. Mijn huisgenoot wil een poes voor zijn verjaardag en we zoeken er een uit in het asiel. De geur van chloor is intens. Iedere kamer bestaat uit 2 delen, gescheiden door een opstaande plint. De ene helft van de kamer is bedekt met een laag grit. Dat is het kattenbakgedeelte. Het andere deel is ingericht als lichtruimte. Op de tegelvloer liggen her en der kussentjes. Aan de verwarmingen hangen zakken voor de katten om in te hangen. In het midden staat een grote krabpaal. Er zitten zeker 20 katten per kamer. Oudere dames scharrelen tussen de beestjes rond. Wat fijn dat er zoveel mensen voor een kat komen, zeg ik tegen de vrijwilliger die me heeft binnengelaten. Dat zijn de kattenvrouwtjes, zegt de vrijwilliger, die komen niet adopteren. Ze zitten in het verzorgingstehuis verderop en mogen geen huisdier. Elke dag komen ze een uurtje kroelen hier. Een vrouw met korte grijze krullen zit gesloten, met gesloten ogen gelukzalig te genieten. Op haar schoot ligt een grote, dikke poes. Tegen haar benen kruipen 3 kittens omhoog. Het vertedert me net zoveel als dat het me verdrietig maakt dat deze vrouwen, waarschijnlijk weduwen, hun geluk moeten halen in een kil asiel. Dat ze geen poes in het verzorgingstehuis mogen hebben. En tegelijkertijd, wat goed dat ze komen en die beestjes aandacht geven. Met mijn hond of mijn asielpoes kroelen is een simpeler genoegen dan als ik mijn vriend knuffel of een goede vriendin omhels. Het heeft een andere functie. Mensen knuffelen gaat vooral over rolbevestiging. Ik vind jou lief en jij mij. Dan voel ik even hoe fijn die omhelzing is, maar gaan mijn gedachten toch al snel een andere kant op. Wat ruikt hij of zij raar? Ik heb honger of, hey, hij heeft een puistje achter zijn oor. Het aaien van een dier is een tactiele versie van Discovery Channel. Als mijn poes op haar rug rolt omdat ik haar kriebel, voelt het alsof ik midden in een natuurdocumentaire zit over katachtigen. Als mijn poes ontspant, zie ik leeuwen in het steppengras rondrollen. Ik kijk aandachtig naar haar tanden als ze gaapt, of hoe haar ogen klein worden als ze spint. Het is zoiets exotisch en vreemds. Als ik naar mezelf kijk in de spiegel, zie ik mezelf. Ik zie de droge plekjes op mijn wangen die ik in de winter krijg, de uitgroei van mijn geblondeerde haar, de putjes in mijn billen die verraden dat ik te veel kaas eet. Als ik naar Chin-Chin kijk, en dit is voor velen waarschijnlijk moeilijk te begrijpen, zie ik iets mooiers. Ik krijg respect voor de schepping. En hoewel ik ongelovig ben, heb ik diep eerbied voor de verscheidenheid van de natuur en hoe DNA de gekste dingen kan doen. Sommige aboriginals meten de kou van de nacht af aan hoeveel honden zij nodig hebben om het warm te krijgen. Een ijzige winternacht kan wel eens een vierhondsnacht zijn. Hoewel veel mensen denken dat Chin-Chin een freak of nature is, een doorgefokt mormel, heeft ze een duidelijk doel in het leven. Ze is gefokt als beddenkruik. Omdat ze geen haar heeft, geeft ze haar warmte makkelijk af. En ja, ze slaapt ook in bed. Ja. Pronken met andermans veren. Mensen. Ik weet wat ze mooi vinden. Ik weet hoe ik eruit zie. En ik weet dat ik nooit aan Holland's Next Top Model hoef mee te doen. Mijn gezicht is niet symmetrisch en ik ben geen 1,85 meter. Hoewel mijn zus onzeker is over haar eigen uiterlijk, als het op haar showhonden aankomt, is ook zij een diva. Als zij in de spotlight haar rondje in de ring doet, is er niemand die niet applaudisseert. De aandacht en eerbied die je van andere mensen krijgt voor je mooie huisdier is niets anders dan bevestiging van je eigen waardigheid. Een bijzonder huisdier vervult ook je verlangens naar applaus en erkenning. De gracieuze uitstraling van het dier straalt af op de baas. Het saaie bestaan. Lisa is een vriendin van mij en ze werkt in een dierenwinkel. Op een tak naast de kassa zit de kakatoe van de baas. De kakatoe houdt van mannen. Hoe breder de man die binnenkomt, hoe enthousiaster hij kraait. Lisa heeft het niet zo op die kakatoe. Soms klimt hij op iemands schouder en weigert er vanaf te komen. Lisa moet hem er dan vanaf lokken met een nootje. Soms lukt het. Vaker probeert hij haar te bijten en klemt zich vast op de schouder van het slachtoffer. De dierenwinkel heeft al meerdere keren nieuwe jassen en blousjes moeten betalen.
De vlijmscherpe klauwen van de kakatoe gaan moeiteloos door het dikste leer heen als het beest zich schrap zet. Als mijn vriendin de winkel sluit en opruimt, klimt de kakatoe van zijn tak. Zijn vliegpennen zijn geknipt, maar dat zorgt er niet voor dat hij immobiel is, integendeel. Met een indrukwekkende snelheid klimt hij van de toonbank en waggelt achter mijn vriendin aan. Als zij met de bezem de gangpaden schoonveegt, loopt de kakatoe graag tegen haar hielen aan, haar opjuttend met zijn gekrijs. Hoewel het beest haar regelmatig op de zenuwen werkt, doorbreekt de kakatoe Lisa's monotone werkdag met zijn onverwachte gedrag. We leven hier in Nederland niet in een oorlogsgebied en we hebben nauwelijks diepe trauma's te verwerken. Onze regering is niet repressief en we kunnen eigenlijk alles wat we echt nodig hebben wel kopen. We moeten eerlijk zijn, onze levens zijn vrij monotoon. Een huisdier met zijn vreemde tics en wonderlijke instincten doorbreken onze anders voorspelbare dagen. Een dierenliefhebber is een liefhebber van het onverwachte. En dan de laatste. Vergeef ons. Mijn vriend was bang voor honden toen ik hem leerde kennen. Hij wilde liever niet op het gras zitten in het park omdat ze er losliepen. Hij stak de straat over als er een tegemoet kwam. Tot hij Chin Chin leerde kennen. Nu moet Chin Chin ook niet zoveel van vreemden hebben, dus het was geen liefde op het eerste gezicht. Mijn vriend en de hond negeerden elkaar fanatiek. Eerst vanaf de andere hoek van de kamer. Elke dag zaten ze iets dichterbij, tot de hond ineens op schoot zat bij hem. En het zijn altijd de bekeerden die het fanatiek zijn in hun leer. Mijn vriend en ik kibbelen nu over aan welke kant de hond in bed mag slapen. Misschien heb ik enkele herkenbare beelden geschetst voor jullie vandaag. En voor de overtuigde dierenhaters hier wil ik alleen maar zeggen mea culpa. Vergeef ons de kattenharen op onze kleren. Vergeef ons de foto's op Facebook. Vergeef ons de natte hondengeur van onze bank. En vergeef ons dat we eerder weggaan om ons konijn te voeren. We zijn roedeldieren en we leven ernaar. We gebruiken onze dieren tegen de eenzaamheid, voor het avontuur, als voorbeeld en als muze. Vergeef ons. We zijn hardnekkig verliefd en het wordt alleen maar erger. Dankjewel. Uw applaus voor Elfie Tromp. Dankjewel.